De oudste vermelding van het landgoed De Klinze in het Friese Oudkerk dateert uit 1567. Het pand heette destijds Oppeklinken, wat wil zeggen een plaats gelegen op de top van een zandrug of heuvel in veenachtig moerassig gebied. Tussen 1680 en 1687 werd het oude Oppeklinken afgebroken om er vervolgens een nieuw landhuis op te zetten. De heer Hobbe Baard van Sminia kocht het kapitale pand voor een bedrag van 9.649 goudgulden. Zo is in Oudkerk de lange reeks van Sminia's begonnen. Het huis heette sinds die tijd De Klinze. De indrukwekkende oprijlaan is in 1722 ontstaan. Naast de oprijlaan, achter de Beukenhaag, liep het pad voor het gewone volk. Als de jonkheer langskwam, bogen de arbeiders hun hoofd en namen hun pet af. Tot 1966 zou het pand in bezit blijven van de adellijke familie van Sminia. Vanaf 1988 fungeerde het landgoed als hotel en conferentieoord tot het najaar van 2015. Een half jaar later besloten Dirk en Paulien van de Meulen van Beddenspeciaalzaak Meulen en Baasma het landgoed over te nemen om mensen te laten proefslapen op de beste bedden ter wereld. De naam is nu Sleep Experience De Klinze.